Goedemiddag, we gaan beginnen. Het is klokslag 4 uur. Van harte welkom aan beide bewindspersonen. Fijn dat u hier vanmiddag bent bij dit overleg met de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En wij willen heel graag in gesprek over jeugdzorg in de brede zin van het woord. En het voorstel voor vanmiddag is, we hebben anderhalf uur, hoeven niet vol te maken, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Dat we even kort een voorstelrondje doen, zodat u weet wie hier allemaal in deze commissie op dit moment aanwezig is. En vervolgens zou ik u graag beide het woord willen geven om even een toelichting te geven op de vragen die wij in de brief al hadden gesteld. Dat is misschien wel het makkelijkste. En dan doen we daarna een vragenrondje bij de leden van de commissie. En ik zie dat de leden daarmee instemmen met dit voorstel. Dus dat is fijn. Meneer Van Gurp, mag ik u vragen om te beginnen? Ja, Roel van Gurp, GroenLinks. Gaat uw gang, mevrouw Pauw. Nikki Pauw-Verweij, fractie van Pareren. Peter van der Voort, D66. Joopie Noren, Partij van de Arbeid. Reinhard Bruin, VVD. Greet Prins, CDA. Robert Baljeu, fractie Otten. Maarten Verkerk van de fractie van de ChristenUnie. Dank u wel. En dan zou ik graag het woord willen geven, of meneer Blokhuis of meneer Dekker, ik weet niet wie als eerste wil starten met een toelichting op de vragen die de betreffende portefeuille betreffen. Gaat u gang. Voorzitter, mag ik zo onbescheiden zijn om daar de aftrap te doen? Dat hebben wij ook zo afgesproken, omdat het ministerie van VWS wel trekker is in de brede zin van het jeugdbeleid. Maar de minister voor rechtsbescherming, die weet alles over de rechtsbeschermingsketen en daar zal hij op ingaan. Dank voor uw brief en voor de belangstelling die u heeft voor dit belangrijke thema. En mooi dat we elkaar kunnen spreken gedurende anderhalf uur in deze setting. Altijd een feest om in deze fantastisch mooie zaal te zijn. En ik weet de laatste keer dat er een informeel overleg, nee, dit was een formeel overleg ook, met mijn ambtsvoorganger die toen nog verantwoordelijk was voor het jeugdbeleid, Hugo de Jonge was. Dat was in een kleinere zaal, maar dat was niet, toen was er nog geen corona. Toen konden we gewoon aan een kleinere tafel met elkaar overleggen. Dus een hele andere setting. Ik wil graag in reactie op de brief die wij van u hebben ontvangen ingaan. En als ik dat te lang doe, voorzitter, dan grijpt u vast in. Maar op een paar ontwikkelingen. Want volgens mij heeft de Senaat behoefte aan een reflectie op wat is er nu aan de hand met jongeren in coronatijd. Maar zeker, wat is er aan de hand in het hele speelveld van de jeugdhulpverlening? En welke stappen zet het kabinet om dingen waarvan we zien, nou, dit kan toch echt wat beter, om daar stappen ook in te zetten? Dus het is aan de ene kant eigenlijk is op dit moment de situatie in de jeugdhulpverlening en specifiek in de coronatijd, wat wordt daar extra gedaan? Dat, en ik wil dat graag ook dan aan de hand van de stappen die wij zetten toelichten, bijvoorbeeld in de sfeer van wetgeving. Ik wil beginnen bij de actuele ontwikkelingen. En dan gaan we even terug naar de totstandkoming van de jeugdwet. Nou, dat hebben sommige woordvoerders hier ook actief meegemaakt. Maar ik ga niet die geschiedenis zelf toelichten, maar wel de evaluatie op de jeugdwet, van de jeugdwet in 2018, waar in beeld is gebracht wat gaat er nou goed en wat kan er beter. En destijds is er wel vol overtuiging voor gekozen om de jeugdhulpverlening te decentraliseren naar het lokale domein, ervan uitgaand dat die lokale overheid, als overheid die dichtst bij de mens staat, het beste ook integrale hulpverlening kan geven aan gezinnen. En de evaluatie, maar ook de laatste inzichten die we hebben, die schetst wel een aantal mooie resultaten. En ik wil daar echt niet over ronken, maar ik wil ze toch even stipuleren, omdat het van belang is om aan te geven, wat gaat er dan inderdaad goed? Ik geef daarna ook in alle kwetsbaarheid aan, wat kan er echt beter? Maar wat gaat er goed? Nou, een paar dingen. Wij hebben bijvoorbeeld, de gemeenten hebben fors geïnvesteerd in het goed opzetten van een lokaal hulpverleningsveld en de aanstelling van de praktijkondersteuning bij de huisarts jeugd of aan de voorkant van het Centrum voor Jeugd en Gezin specialisten die in de hulpverlening voor kinderen, gezinnen actief kunnen zijn en zoveel mogelijk zware vragen kunnen ondervangen of ervoor kunnen zorg dragen dat een lichte vraag niet zwaarder wordt. Die beweging die zien we heel breed ingezet worden. Dus, bijvoorbeeld lokale teams in Utrecht onder de naam Extra Teams. En die A is dan een apenstaartje om het heel eigentijds te maken. Dat is één. Dus het lokale veld is steeds beter georganiseerd om ook de brede hulpvraag in beeld te brengen. En met als doel dat lichte hulpvragen zo snel mogelijk worden onderkend. En te voorkomen dat dat zware hulpvragen worden.
Dat is één. Twee, er zijn minder uithuisplaatsingen. Nederland is lange tijd wereldkampioen uithuisplaatsen geweest. En volgens mij is daar heel weinig draagvlak voor, ook in het parlement. Daar maken we een goede beweging. Er zijn meer kinderen die in een gezinssetting worden opgevangen. En we gaan uit van de trits. Bij voorkeur in het eigen gezin. Eventueel met stut- en steunwerk. Lukt dat niet, dan ga je naar, hebben we als mooie volgende oplossing pleegzorg, pleeggezinnen. Is dat ook niet de adequate oplossing, dan kan je naar een gezinscentrum, gezinshuis. Ik zeg gezinscentrum voor de handeling, gezinshuis. En lukt dat niet, dan kan je denken aan intramurale setting in een instelling. Maar wel in die volgorde. En dat heeft toegeleid dat er minder uithuisplaatsingen zijn. De overgang naar volwassenheid voor jongeren wordt soepeler via een hogere leeftijdsgrens in pleegzorg en gezinshuizen. Dat heeft minister De Jonge ook bij wet laten regelen, het kabinet. Dus de leeftijd is verhoogd naar 21 jaar en daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt. Dat is een derde. Vierde, minder jongeren worden in gesloten jeugdhulp opgevangen. Dat is zo'n regime, we komen van de jeugdgevangenissen en dat is iets afgeschaald, maar echt gesloten hulpverlening, dat willen we eigenlijk ook naar nul reduceren. Die beweging die is ook echt serieus in gang gezet. Nog een paar kleinere dingen. Aanbieders bouwen hun vastgoed om, zodat de hulp kleinschaliger kan worden. Dat is ook een brede wens in het parlement. Kleinschalige hulpverlening boven de hele grote instellingen. Een vijfde. Aanbieders en professionals passen hun werkwijze aan om te voorkomen dat jongeren gesepareerd moeten worden. En ook dat lukt steeds beter. Er worden minder jongeren gesepareerd. En tot slot. Dat is ook op initiatief van de Tweede Kamer. Dat moet zo eerlijk ben ik ook om dat gewoon aan te geven. Om die hulpverlening in de regio's beter vorm te geven, zijn er expertisecentra ingericht. Boven regionale expertisecentra zijn er 8 van in het land. En sommige draaien al helemaal volop, andere zijn in ontwikkeling. Om meervoudige problematiek beter te kunnen handelen. Dat zijn 7 mooie dingen die wij in gang zien komen en die er aan bijdragen dat hulpverlening echt goed vorm krijgt, conform de bedoeling van de wet. Wat gaat er dan minder? Nou, 6 jaar na invoering van de wet zien we toch wel een paar forse knelpunten. Die zien we ook onder ogen, die benoemen we ook en die leiden tot maatregelen. Ten eerste, ik noem er 3. Ten eerste, continuïteit van specialistische hulpverlening staat onder druk. Heel veel kinderen ontvangen een vorm van hulpverlening. Vorige week hadden we een boeiend overleg. Dat gaat tegenwoordig helaas bijna allemaal digitaal. Maar het was met Zuid-Limburg. Dat is een regio waar heel goed wordt samengewerkt. Maar daar ontvangt 1 op de 6 kinderen een vorm van hulpverlening. 1 op de 6. En omdat er zo'n massieve vraag is naar hulpverlening, gaat de complexe, de specialistische jeugdhulp onder druk staan. Dat is een heel groot knelpunt en daar willen wij een oplossing aan bieden. Ten tweede, administratieve lasten. Coördinatielasten, die moeten echt omlaag. Minder productgroepen bijvoorbeeld. Ik geloof dat er nu 1800 productcategorieën zijn. En dat frustreert ook hulpverleners enorm, omdat zij voor een heel groot deel administratieve regeltjes moeten invullen. Dat is een tweede. En een derde, er is meer sturing nodig op de uitgavenontwikkeling in de jeugdhulpverlening. U heeft allicht kennis genomen van het onderzoek van AIF, wat 18 december is gepubliceerd, waaruit bleek dat gemeenten 1,7 miljard euro in 2019, 1,7 miljard meer uitgaven dan dat ze van het Rijk kregen. Daar is meer sturing op nodig. Dat zijn 3 forse knelpunten. Hoe gaan we daarmee om? Dat doen we ook langs in ieder geval 3 thema's. In de eerste plaats blijven wij volop inzetten als stelselverantwoordelijke, wat het Rijk is. Het ministerie VWS voelt zich daar volop verantwoordelijk. De uitvoeringspraktijk moet worden verbeterd. Er gebeurt al veel goeds wat ik net aangaf, maar er kunnen dingen beter. En minister De Jonge heeft een aantal programma's in gang gezet waar heel veel uitvoering wordt gegeven, wat nog voor een deel moet. Maar ik noem even zorg voor de jeugd, waarin bijvoorbeeld staat, uitgangspunt is jongeren zoveel mogelijk in de thuissetting opvangen. Een goede toegang, dat is een programma. We hebben het programma Kansrijke Start voor de echte kleintjes, maar ook het programma Geweld wordt nergens thuis. En we hebben volgende week hebben de heer Dekker en ik ook een debat met de Tweede Kamer over aanpak huiselijk geweld kindermishandeling. Die programma's die zijn volop in ontwikkeling en daar moeten we met z'n allen volop op blijven investeren. Een lerend jeugdhulpstelsel. Dat is 1. 2. Wij constateren dat op onderdelen de wet echt beter zou moeten. Dat is ook ons beeld na heel veel contacten met de jeugdhulpverleners, met patiënten en met gemeenten als opdrachtgevers conform de wet.
Daar moeten we geen tijd mee verliezen. Ik noem even een paar wetsvoorstellen die nu in voorbereiding zijn. In de eerste plaats willen we de jeugdwet wijzigen om met als doel de regionale samenwerking te versterken. In regio's waar dat al heel goed loopt, nou, die hoeven zich niet druk te maken, want daar verandert in de praktijk niet veel voor. Maar er zijn ook regio's waar die samenwerking echt aantoonbaar te wensen overlaat. En dat gaat ten koste van goed aanbod. Wij willen een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer in goede volgorde. En dat doen we natuurlijk na adviesinwinning bij de Raad van State. En op dat punt staan we nu. Dit wetsvoorstel ligt binnen de komende weken voor bij het kabinet om te worden ingediend bij de Raad van State. En u ziet het, ook in demissionaire status willen wij gewoon daarop dooracteren om ook voor een volgend kabinet dat in gereedheid te hebben. En als een ander kabinet er anders over denkt, dan moet dat kabinet dat zelf afwegen. Maar wij menen dat dit echt noodzakelijk is. In een ander wetsvoorstel wat hier alles mee te maken heeft, zat oorspronkelijk in dit wetsvoorstel waar ik het over had, willen we het toezicht aanscherpen, verbeteren. En wij willen ook nog weer een ander wetsvoorstel, waar minister Hugo de Jonge dan primair verantwoordelijk voor is, de inkoop en het aanbesteden in het sociaal domein vereenvoudigen. Ook met als doel overigens om de veelheid aan aanbieders wat te verminderen. Er zijn nu regio's waar ze meer dan 200 hulpverlenersorganisaties hebben gecontracteerd. Dat zou allemaal toch echt wat simpeler moeten. Nou, de Tweede Kamer gaat uiteraard beslissen wanneer die in behandeling worden genomen. Maar de demissionaire periode is voor ons geen belemmering om meer aan bezig te zijn. En de door de Eerste Kamer aanvaarde wet, het wetsvoorstel vereenvoudiging woonplaatsbeginsel, die treedt op 1 januari komend jaar in werking. Het derde thema wat ik hierbij wil noemen is betere beheersing van de uitgaven. Nou, dat AIF-rapport wat ik net noemde, dat geeft aan en dat onderschrijft het Rijk ook dat dat probleem er is. Dat is gewoon een feit. Gemeenten geven 1,7 miljard meer uit dan ze krijgen. Wij hebben daar hele indringende afspraken over gemaakt met de gemeente in goede harmonie om daar het gesprek over te hebben. En die gesprekken die lopen nu. Er is een stuurgroep onder leiding van Marianne Sint aan het werk, waar gemeenten in zitten en het Rijk. Om te kijken hoe we met deze problematiek, met dit vraagstuk omgaan. En dat is natuurlijk een financieel vraagstuk, maar we kijken ook naar de inhoud. En het is niet zo 1,7 miljard minder ontvangen van het Rijk dan je uitgeeft. Dus wij gaan dat overmaken als Rijk. Wij kijken zeer nadrukkelijk wat daar nodig is aan financiële middelen. Maar we kijken ook op welke manier het stelsel wel anders en beter kan worden ingericht zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Er staan ook voorbeelden in het AIF-rapport waar de wet zou kunnen worden aangepast, zodat je zonder verlies van kwaliteit van de jeugdhulpverlening toch betere hulpverlening kan organiseren voor minder geld. Ik voeg daar nog wel aan toe, want dat 1,7 miljard is een kolossaal bedrag. Het Rijk heeft ook de afgelopen jaren wel al opgeplust richting gemeenten, al u allicht bekend. In 2019 begonnen met een bedrag van 420 miljoen bovenop het met de decentralisatie afgesproken bedrag 420 miljoen 2019. En vorig jaar en dit jaar 300 miljoen. Dus een reeks die oploopt naar meer dan een miljard. En voor de begroting voor volgend jaar is er ook alweer 300 miljoen extra toegezegd. En we gaan met gemeenten in gesprek. Gaan we voor dit jaar, voor het lopende jaar, al kijken of er gerepareerd moet worden. En sowieso gaan wij een zwaarwegend advies voorbereiden voor de formateur van een nieuw kabinet. Hoe moet worden omgaan met middelen en met mogelijke maatregelen, al dan niet gepaard gaan met een wetswijziging om de jeugdhulpverlening behapbaar te maken. Zonder uiteraard steeds, dat hebben we steeds heel nadrukkelijk voor ogen, zonder aan de kwaliteit in te boeten. Nog heel kort als het mag, voorzitter, anders praat ik zelf de anderhalf uur vol. Wat gebeurt er in coronatijd? Want u zal ook de krant lezen en dan zie je bijvoorbeeld berichten dat er meer een beroep wordt gedaan op crisishulpverlening. Dat jongeren, anderhalf keer jongeren tot 35 jaar, dat is ver buiten de rijkwijd van de jeugdwet, maar jongeren tot 35 jaar anderhalf keer zo vaak last van mentale problemen dan volwassenen. Het kabinet heeft een heel pakket aan maatregelen al in gang gezet, bijvoorbeeld om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, om leerachterstanden weg te werken. Wij hebben ook voor mentale gezondheid van jongeren een pakket van 58,5 miljoen gegenereerd, bedoeld om jongeren op lokaal niveau via allerlei digitale communicatiemogelijkheden toch met elkaar te blijven communiceren en mooie dingen met elkaar te doen. En dat gebeurt in tientallen gemeenten. En deze week, de week van 1 tot en met 5 februari,
zijn vele tientallen gemeenten in gesprek met jongeren in hun woonplaats. Om ze de vraag te stellen met de vraag, hoe gaat het met je? Hoe is het met je mentale gestel? En wat kunnen wij voor je doen? Waarin kunnen we elkaar tot hand en voet zijn om het leven draaglijk te houden in deze coronatijd? Ja, er gebeuren meer dingen. U kunt de krant lezen. Ik wil daar graag in antwoord op vragen van de Eerste Kamer op ingaan, voorzitter. Maar ik denk dat ik voorlopig even voldoende gezegd heb om een beeld te schetsen waar wij mee bezig zijn. Dank u wel. Veel dank voor uw toelichting. Er is ontzettend veel onder handen. Dank voor de eerste inzage daarin. Graag het woord aan de minister van Rechtsbescherming. Voorzitter, dank u wel. En in aanvulling op wat mijn collega Blokhuis zojuist aangaf, is het denk ik goed om te schetsen, zeg maar, waar het onderdeel van justitie om de hoek komt kijken. Vanuit het justitiële kader wordt er niet voorzien in de feitelijke hulpverlening. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van mijn collega. Maar daar waar natuurlijk een ingreep is op het ouderlijk gezag, hè, dus de meer dwingende vormen van jeugdbescherming zou je kunnen zeggen, is dat een dusdanige forse ingreep dat daar ook de Raad voor de Kinderbescherming bijvoorbeeld om de hoek komt kijken en dat het ook logisch is dat dat meer op het vlak ligt van justitie. Wij werken daar overigens heel goed in samen, maar dat is even het samenspel zoals we dat doen, die dans. Goed dat uw Kamer daar op dit moment over praat, want er gebeurt op het moment ongelooflijk veel. In aanvulling op wat Paul Blokhuis zojuist al aangaf, zoom ik even in op het onderdeel jeugdbescherming. Eind 2019 lag er een kritisch rapport van de gezamenlijke inspecties die aangaf dat als je daar echt goed naar kijkt, dat de manier waarop dat wordt ingevuld op een aantal onderdelen echt tekortschiet. Dus we moeten ons niet blind staren op ook de positieve ontwikkelingen die wij zien sinds de decentralisaties. Bijvoorbeeld een afname van de uithuisplaatsingen. Sowieso een wat verkorting van jeugdbeschermingstrajecten. Ook kortere OTS'en, wat eigenlijk allemaal wel positief is. Maar degene die eigenlijk die vormen van zorg en ingrepen nodig heeft, die moet vaak toch nog te lang wachten. En dan zijn er denk ik twee trajecten van belang. Het eerste is eigenlijk het onderliggende probleem. Daar ga ik straks iets zeggen over de meer acute ingrepen die we proberen te doen op dit moment. En het onderliggende probleem is dat als je kijkt naar de jeugdbeschermingsketen, dat die toch wel al met al heel erg ingewikkeld is. Met verschillende organisaties, hulpverlening, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, waar toch, als je heel kritisch bent, ook wel een hoop dubbelingen in zitten. Gescheiden verantwoordelijkheden. Het is heel goed voorstelbaar hoe dat stelsel zo is gegroeid. Maar ik vind dat wij de plicht hebben om echt te kijken, kan dat eenvoudiger? Daarbij ligt ook heel nadrukkelijk de vraag op tafel van, ja, en als je dat dan doet, moet je dan alleen maar kijken naar het belang van kinderen, zoals bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming op dit moment doet. Die kijkt van, is er sprake van ontwikkelingsbedreigingen, of zou je dat veel meer in jargon door termen moeten aanvliegen langs de lijnen van het systeem. Je ziet vaak dat er meer aan de hand is in zo'n gezin en dat een ingreep op alleen het kind het probleem niet altijd volledig oplost. Dat vraagt ook iets in de zorg naar ouders toe. En daar is ook de jeugdbeschermingsketen op dit moment onvoldoende op toegericht. Dus wat ze zijn gaan doen is kijken van, zouden we kunnen komen tot een fundamentelere redesign van de jeugdbeschermingsketen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want dat vraagt echt om fundamentele, ook institutionele ingrepen. Dus we moeten met al die organisaties praten. Hoe doe je dat op een goede manier en hoe breng je aan de ene kant hulp, maar aan de andere kant ook de rechtsbescherming die je natuurlijk ook wilt bieden op een goede manier bij elkaar. Maar dat is een groot en een lopend traject wat op dit moment aan de gang is en waarvan ik hoop dat we op afzienbare termijn zouden kunnen komen tot de eerste contouren van hoe zo'n vereenvoudigd jeugdbeschermingsstelsel eruit zou kunnen zien. Dat is in aanvulling op een aantal pilots die inmiddels draaien op 5-6 plekken in het land, waar veel gemeenten, veel betrokken organisaties enthousiast over zijn. Daar kunnen we dus lering uittrekken en daarmee dat proces voeden. Maar dit is wel even voor de middellange termijn een aanpak waar we denk ik de komende jaren
daar wel even zoet mee zijn. Want als je dat op een zorgvuldige manier wil doen, dan heeft dat voor gecertificeerde instellingen, voor de Raad van de Kinderbescherming, voor de jeugdhulpverlening, voor het sociaal domein in gemeentes echt wel consequenties. Dat is de onderliggende stroom. Nu hebben we ook gezegd, ja, maar als je kijkt naar die inspectierapporten, dan kan je niet alleen maar zeggen, ja, we zijn ermee bezig en dan wellicht op de middellange termijn gaat dat verbetering bieden. Dat vraagt ook wat van het hier en het nu. Dat is het tweede traject waar we heel indringend mee bezig zijn. Ik heb naar aanleiding van het kritische rapport in 2019 van de inspecties, ben ik om de tafel gaan zitten met de jeugdzorgregio's en de accounthoudende wethouders, om toch te zeggen, ja, er moet hier wat gebeuren. Ik vind dat de inspecties dat wel pakkend benoemen. Die zeggen eigenlijk, dit is binnen de jeugdzorg, zou je kunnen zeggen, de intensive care of de spoedeisende hulp. Hier mag je mensen echt niet laten wachten. Daar zijn voor alle regio's plannen van aanpak gemaakt. En die zijn nader aangescherpt nadat toch ook eind vorig jaar, eind 2020, de inspecties zeiden, nou, daar zitten op zich goede maatregelen in. Maar je zou voor een specifieke doelgroep die nu op wachtlijsten staat, eigenlijk gewoon een, noemen ze, doorbraakaanpak moeten ontwikkelen. Het ging geloof ik om een aantal van, kijk even naar achter, 800, hè, waarvan gezegd werd, die moeten te lang wachten. Maar als je dat weer in stukjes breekt naar de verschillende regio's en je gaat gewoon kijken, wie zijn dat dan precies, namen en rugnummers, dan moet je toch in staat zijn om ervoor te zorgen dat ze sneller een adequate jeugdbeschermer krijgen, dat ze minder lang hoeven te wachten op de vervolg hulpverlening die je daarvoor in gang wilt zetten. Nou, dat is een traject wat we nu doorlopen, waar wij met z'n tweeën denk ik ongeveer maandelijks met alle betrokken wethouders aan de tafel zitten. En waarvan we gelukkig ook zien dat het ertoe leidt dat de aantallen snel naar beneden worden gebracht. Dus dat is een positieve ontwikkeling. Intentie is om ervoor te zorgen dat dat in de loop van het voorjaar, eigenlijk einde van het eerste kwartaal, ertoe zou leiden dat we komen tot acceptabele aantallen of dat gaat slagen. Ik durf daar nog niet onmiddellijk mijn hand voor in het vuur te steken, maar in ieder geval de intentie van zowel de wethouders als van ons is om daar echt flinke slagen te maken. Even van mijn kant de korte schets tussen wat we nu doen op korte termijn voor de acute problematiek, maar daar eigenlijk de onderliggende stroom, wat we zouden moeten doen in de komende jaren om te voorkomen, om te komen tot een verdere vereenvoudiging van de jeugdzorgketen, om ook dit soort problemen meer structureel het hoofd te bieden. Dank u wel. U was klaar. Dank u voor deze toelichting. In de tussentijd zijn mevrouw Gerkens, SP, en de heer Van Kesteren binnengekomen, PVV. En het voorstel is om nu een rondje te maken, meneer Van Geur, beginnen bij u. En dan inventariseren we even de vragen, zodat de winstpersonen kunnen beantwoorden. Ik zal het ook kort houden, want ik weet dat allerlei collega's ook nog vragen hebben en een beetje overlappende vragen. En ik moet mezelf ook dwingen om het kort te houden. Ik ben 8 jaar bestuurlijk en 8 jaar als toezichthouder in jeugdbescherming en jeugdzorg actief geweest. Is nou weer even geleden, maar van alles resoneert natuurlijk. Dus ik zou overal op de inhoud willen induiken en er zijn ongetwijfeld nog een paar collega's die het veld ook goed kennen voor wie hetzelfde geldt. Dus ik probeer mij te beheersen en te bedwingen. En dan heb ik eigenlijk 3 vragen. De eerste gaat over met name misschien toch ook wel de huidige situatie. Ik probeer er 2 van te maken. De huidige situatie waarin er een enorme hoop extra druk op jongeren, kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën, van verschillende soorten druk in hun ontwikkeling, in een benauwde thuissituatie, et cetera, wordt gelegd. En ik begrijp dat het niet alleen maar is van doen we maar een zak geld bij en lossen het wel op, maar we zien tegelijkertijd dat met name de meer complexe problematiek en jeugd GGZ en zo toch handen tekort komen, laat ik het dan maar voorlopig nog maar daarbij houden, om dat enigszins te kunnen handelen. En mijn vraag is hoe u dan nog eens in de missionaire status die urgentie, zeg maar, ja, u onderschrijft hem ongetwijfeld, maar hoe u meer specifiek daarin probeert te handelen. Dus dat is dan nog eventjes los van de toe te juichen, nieuwe wetten die er komen, betere samenwerking en nog eens goed naar de financiën kijken en goed naar toezicht kijken en zo. Maar
Hoe acteert u daarin en hoe acteren ook gemeenten daarin, die tegelijkertijd allemaal roepen, ja, maar we hebben echt het geld niet meer. Dus dat is één. De tweede vraag naar de jeugdbescherming. Ik ben heel blij met de woorden van de minister, die zegt, ja, dat stelsel moet toch echt eenvoudiger. Dat heb ik als nieuwkomende inkomende in 2003 gedacht, van hoe kan dit eigenlijk allemaal? En we zijn nu 18 jaar verder en we zeggen nog hetzelfde. En ik hoor u zeggen, en dat begrijp ik, ja, dat is wel een kwestie van lange adem, maar hoe kunnen we daar nou toch ook en hoe kan u daar toch voldoende druk op zetten om die ongelooflijk complexe keten met dat veilig thuis gecertificeerde instellingen, de jeugdzorgaanbieders, dan vaak ook nog het vrijwillige spoor op een of andere manier erin, het brede sociale domein en de Raad van de Kinderbescherming, die dan ook nog eens onderdeel van de overheid is. Hoe dat toch op enig afzienbare termijn sneller en leniger kan. Omdat alleen maar in al die gaten tussen die instellingen, zeg maar, dat en tijd en kwaliteitsverlies en er kunnen ook nog mensen in verdwijnen. Dus daar ook nog wat specifieker vanuit die urgentie gedacht. En dan een derde, meer onderliggende vraag. Ik hoor hoopvolle dingen, hè, kortere, minder uithuisplaatsingen, kortere behandeltijden en zo. Dat willen we allemaal graag. Tegelijkertijd hoor ik niet hoopvolle dingen. Eén op de 6 kinderen in Limburg en misschien 1 op de 10 kinderen in Nederland. Ik verwacht eigenlijk onbegrijpelijke grote hoeveelheden kinderen die met jeugdzorg in aanraking komen. Maar kennen we nou ook de wereld achter die getallen, zowel de positieve als de negatieve? Het is prima als er minder uithuisplaatsingen zijn, maar als er dan meer kinderen thuis doodongelukkig worden, is het misschien niet zo prima. Het is prima dat we minder lang helpen, vind ik ook. Maar als daardoor de hulp minder effectief is, is het weer niet prima. Het is prima dat er voor iedereen die er behoefte aan heeft, aan de andere kant staande zorg is. Maar het kan toch eigenlijk niet waar zijn dat in een beschaafd land als Nederland 1 op de 10 kinderen zware geïndiceerde zorg nodig heeft. Dus hoe kom je dan aan die werkelijkheid erachter? Dank u, meneer Van Voort. Dan hou ik mijn mond. Ja. Ik ga je toch. Maar u was klaar. Dank u wel. Meneer Van Voort. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil u beiden erg danken voor deze heldere uiteenzetting. Ik denk wat mij hoopvol stemt is dat de problemen zoals ik die zelf heb geïdentificeerd, dat die ook door u beiden precies zo gezien worden en ook heel actief daarmee aan de gang gegaan wordt. Ik wil eigenlijk focussen op voor de minister van Rechtsbescherming over de jeugdbeschermingsketen. U zegt zelf al, die is lang en ingewikkeld en daar, ik ben heel verheugd dat daar plannen zijn in de maak zijn om daar eenvoudiging te verkrijgen. Ik wou even een korte vraag, is dat in de brief die wij van 7 december van u hebben, daar staat in dat er een scenario wordt opgeleverd begin 2021, dat is dan ongeveer nu denk ik dan, dat scenario voor effectievere ondersteuning van kinderen en gezinnen. Dus even kort vraag, hoe staat het daarmee en hoe ziet zo'n scenario er dan uit? Weten we dat misschien al? En dan is het zo dat die hele complexe keten ook een zekere frustratie oplevert voor werkers in de jeugdzorg, hoor ik vaak. En dat het ook voor sommige mensen op een goed moment te veel wordt en dat zij uit de sector stappen. En dat is natuurlijk wel heel zonde van alle goede mensen die dan niet meer in de jeugdzorg willen werken. Dus hoe is van u beiden eigenlijk de visie daarop? Hoe retineren we die werkers in de jeugd, zodat ze ook kunnen helpen voor de kinderen en ook de wachtlijsten wellicht nog wel weer wat korter kunnen maken? En het derde punt waar ik dan op in wil gaan is dat, hoe ziet u nu de overdracht naar uw opvolgers? Want welke punten gaat u echt als hoge agent meegeven aan ze? En dat is denk ik een vraag die we hier allemaal hebben. Hoe krijgen we nou vat op dat er nu in deze komende half jaar zeg maar geen zaken tussen wal en schip vallen? En ondertussen toch, nou, u hebt al aangegeven, u blijft eraan werken, ook al bent u in de demissionaire staat. Maar waar gaat u de urgentie leggen voor uw opvolger? En waar kunnen wij dan zeg maar over een half jaartje of nog iets langer, weet ik niet, uw opvolger daarop bevragen? Heel dank, de heer Van der Voort. Meneer Van Kesteren. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil mij richten op de praktische uitvoering van de jeugdzorg.
Wat volgens mij niet alleen een kwestie van meer geld is, maar ook dit is ook bedoeld voor mij als een evaluatie om samen met de minister, verantwoordelijke ministers, tot een soort evaluatie te komen die als beginsituatie kan dienen voor nieuwe ministers straks, die straks verantwoordelijk zijn voor met name de jeugdzorg. Het blijkt dat steeds weer, zeggen deskundigen ook, dat er sprake is van integrale problematiek, van preventieve zorg en van vereenvoudiging van de keten. Daar heeft de minister al het een en ander over gezegd, volgens mij. Hoe zien deze ministers die vereenvoudiging van deze keten? En ook het vaststellen, zo wilt aanwijzen, van zogenaamde experimenteerregio's en het faciliteren daarvan. Hoe staan de ministers daar tegenover? Dat zijn experimenteerregio's waar best practices samenkomen en worden toegepast. Belangrijk voor gemeenten, want dat is wel weer een kwestie van wat meer geld. De overgang van de jeugdwet, voorzitter, naar de wet langdurige zorg, dat is een probleem. Een overgangsregeling van 18 tot 23-jarigen die nu tussen wal en schip vallen. Mijn fractie vindt ook dat aanvullende wetgeving daarin zou kunnen voorzien. En kunnen de ministers aangeven of dit probleem de aandacht heeft en wat de minister voornemens is om dat probleem op te lossen. En de laatste vraag die gaat over het grote aantal aanbieders. Het blijkt dat veel aanbieders bovenop de problematiek duiken van gezinnen. Want iedereen moet zijn product kwijt en dat leidt toch tot aanzienlijke kostenverhogingen. Welke aanbieders komen wat u betreft niet meer in aanmerking en welke criteria gelden daarvoor? Tot zover, voorzitter. Dank u, heer Van Kesteren. Mevrouw Gerkens. Dank u wel, voorzitter. Een excuus voor mijn wat verlate binnenkomst. Ik had wat problemen met de verwarming en dat moet dan gemaakt worden met dit weer. Ik wil u danken dat u hier gekomen bent ook te vertellen wat er op dit moment allemaal gebeurt. En ik ben ook verheugd om te horen dat een aantal wetsvoorstellen die al in de pijplijn zaten, dat ook doorgang kan vinden. En dat u daarvoor ook steun zoekt, neem ik aan bij ons en aan de overkant. Maar als u niet het gevoel zou hebben dat ook wij hier de urgentie zouden voelen, dan zou u het niet genoemd hebben. Dus ik zie dat graag tegemoet. Er zijn een drietal punten die ik wil noemen. Het eerste heeft te maken met het aanscherpen van het toezicht. Waarbij u zegt, ja, die inkoop en die aanbesteding die moeten eigenlijk een stuk eenvoudiger. En u noemt daarbij het voorbeeld van een gemeente waar 200 gecontracteerden zijn. En dat zo ingewikkeld is. En tegelijkertijd zit daar natuurlijk enorm het spanningsveld over keuzevrijheid. Ook van ouders en van jongeren zelf. En hoe ziet u dat dan? Zeg maar, hoe voorkomen we dat je straks een gedwongen keuze hebt? Dan terecht zijn er zorgen over de kosten. Ik zou geen SP'er zijn als ik toch niet even en passant zou opmerken dat dit natuurlijk iets is wat wij al voorzien zagen met de bezuinigingen die er toegekomen is. Tegelijkertijd zien we ook dat er een enorme groei is in de vraag in de jeugdzorg. En de twee vorige sprekers hebben dat ook al gezegd. Is er nou enig zicht op waar die groei vandaan komt? Dus waar zijn de zorgen van die jongeren? Wat zijn de klachten waarmee ze komen? Ik heb zelf wat jongeren rondlopen. Ik merk dat iets van angststoornissen toch ook heel vaak voorkomt. Waar komt dat dan vandaan? Is daar onderzoek naar gedaan? Initieert u er onderzoeken naar? En als ik dan toch stiekem nog even vanuit mijn eigen werkveld mag spreken. Als je ziet hoeveel naaktfoto's er bijvoorbeeld uitlekken, dan kan ik me ook voorstellen dat soort dingen een druk geven op de zorg. En dat is terecht, want die hulp is nodig, natuurlijk, ook voor angststoornissen. Maar het zou zo fijn zijn als we daar in de preventieve sfeer nog wat zouden kunnen doen. Dus mijn vraag is, doet u onderzoek naar welke problemen er voorkomen en hoe we daar in de preventieve sfeer wat in zou kunnen doen. Voorzitter, dan denk ik dat corona ook een effect zal gaan krijgen op de cijfers straks. En is daar al rekening mee gehouden? Hoe bereidt u zich daarop voor? Zijn er al ideeën over wat we straks doen na de lockdown als de emoties loskomen bij ook de jongeren? Overigens ook de ouderen, denk ik. En als laatste zou ik toch nog mee willen geven wat ik vaak veel hoor, ook wat ik u hoor zeggen, is van we gaan proberen die cijfers omlaag te krijgen. Het streven is minder uit huisplaatsingen. Ja, ik heb gisteren het tragische verhaal van mijn vriendin gehoord die vrij nauw betrokken is geweest bij het gezin in de Atjeestraat in Amsterdam, waar vader zichzelf en zijn dochter doodschoot.
Daar had echt het kind uit huis geplaatst moeten worden. Daar zijn fouten gemaakt. Hè. Dus zeg maar, het streven van het cijfer mag volgens mij geen streven op zich zijn. Het streven moet zijn, hoe bieden we nou de best mogelijke hulp? En dat doen we volgens mij eigenlijk alleen maar met het werkveld. En ik heb toch ergens nog wel het angstige gevoel dat we daar nog ver vandaan zijn. Dat we daar nog een goede modus operandi in hebben gevonden. Dus ik zou dat wel mee willen geven om daar vooral naar te streven. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Gerkens. Mevrouw Pauw. Dank u wel. Ik zou me graag aan willen sluiten bij de vragen van mijn voorgangers over de huidige situatie in de coronatijd. Ik ben heel erg blij dat mijn zorgen over alle kinderen en jongeren op dit moment gedeeld worden. Dus dat is wel heel fijn om te horen. Waar ik nog even extra naar zou willen vragen, is of er een beeld is van de groepen die het al lastig hadden voor de coronacrisis. En waarbij we nu nog eens een extra toename in problemen zien. Dus ik las bijvoorbeeld een artikel in Medisch Contact over toename van problemen bij anorexia-patiënten. Dat er A, meer nieuwe aanmeldingen zijn, maar van de al bestaande patiënten meer dwangvoeding, snellere verslechtering van de situatie. Dat soort dingen. Wordt er ook een analyse gemaakt van specifieke risicogroepen, zodat we naast primaire preventie ook aan secundaire preventie kunnen doen? Ik hoor graag of daar een analyse of specifiek beleid of iets voor bestaat. Dank mevrouw Pauw. Gaan we naar de overkant. Mevrouw Prins. Ja, dank u wel voor uw uiteenzettingen. Ik moet even melden dat ik verantwoordelijk ben voor Philadelphia. En dat betekent dat ik voor een deel ook dus te maken heb in mijn werkveld met jeugdzorg. Even voor de helderheid in deze. Ik sluit me graag al aan bij de vragen die hiervoor gesteld zijn. Ik geef nog wat extra toelichting bij de vraag over de specialistische hulp. Want we zien dat de verdeling ten opzichte van het verleden eigenlijk is veel meer hulp, hele lichte hulp, ten koste eigenlijk van de specialistische hulp. Dat klinkt aan de ene kant, kun je zeggen, dat is preventie. Ik weet niet of dat het helemaal is. Dus ik vraag me ook af, wordt er geanalyseerd wat voor hulp het nu is? Als je met een aantal deskundigen praat in dat werkgebied, zeggen ze ook wel ja, er wordt aan de voorkant heel veel hulp geboden, die heel simpel ook gewoon op de scholen had kunnen worden, met een wat stevigere structuur, waardoor je dus geld overhoudt voor die specialistische hulpverleners. En ik maak me erg zorgen dat een heleboel van die kinderen eigenlijk onderuit gaan. In getal lijkt dat klein, maar dat is natuurlijk voor het leven van zo'n kind is dat immens dramatisch. Dus is er een analyse en zou je erover kunnen denken om de budgetten die er zijn toch weer eens op een wat andere manier in te richten en toe te delen? En ik realiseer me dat dat moeilijk is, omdat het natuurlijk bij de gemeente ligt. Tegelijkertijd vind ik dat zou dat wel heel echt aanbevelingswaardig zijn. Dus dat is eentje die ik graag erbij zou willen voegen. Tweede is, en dat zal u niet verbazen, is kunnen we niet echt wat doen aan die administratieve lastenverlichting? Dat ligt niet alleen in de aanbestedingen, want voordat we zover zijn, dat gaat nog wel even wat tijd kosten. Maar echt ook omdat elke gemeente er op een andere manier mee omgaat. Dus zou je niet daar toch kunnen kijken of je daar veel versimpelere aanpak voor zou kunnen bedenken? En een derde is, we zien een aantal jongeren die vallen onder meerdere wetten en dus ook onder meerdere financieringsmogelijkheden. Die vallen onder forensisch, die vallen onder WMO, die gaan voor een deel over naar de WLZ en voor een deel ook weer niet. Het trieste is dat er dan uiteindelijk meer discussie is over het financiering en over de betaling dan over de nood. Hoe kunnen we nou voorkomen dat het probleem aan de achterkant, dat dat op de achterkant wordt opgelost en dat dat niet ten koste gaat van de hulp aan de voorkant? Daar wou ik het even bij laten. Veel dank, mevrouw Prins. Mevrouw Bruin. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is natuurlijk al heel veel gezegd. En als het gaat over de jeugdzorg en de jeugdwet, beslaat het natuurlijk een enorm breed terrein. En ik wil ook inderdaad ervoor waken dat we dat beleid wat gedecentraliseerd is naar gemeenten, dat wij dat hier allemaal gaan zitten controleren. Want daarvoor hebben we het in feite gewoon gedecentraliseerd. En ligt de verantwoordelijkheid en ook het toezicht decentraal. Maar er zijn toch nog een aantal zaken die ik toch even nog de revue wil laten passeren. En waar wij ons voornamelijk ook zorgen over maken. Er is een grote druk op de gespecialiseerde zorg. De samenwerking over domeinen heen schiet tekort. De kosten lopen uit de hand. Er zijn lange wachtlijsten. En de aandacht wordt gevraagd voor gezinnen in bijzondere kwetsbare situaties.
Dit is de evaluatie van de jeugdwet in 2009. In feite, dat was de basis waarom we dit hele traject zijn begonnen. En ja, eigenlijk zijn de conclusies, als we met elkaar weer langslopen, zijn nog exact hetzelfde. En daar is toch wel, ja, waar ik wel ons zorgen over maken. En dat is natuurlijk ook, we hebben een heel wetgevingstraject gehad, we hebben een hele systeemwijziging gehad. En waar we op het inderdaad, we hebben ook zelf de vraag moeten stellen van, hebben we daarin de goede dingen gedaan? En dan gaat u mij niet horen te zeggen van, nou, gooi maar weer helemaal overhoop en begin maar opnieuw. Want er zijn ongetwijfeld ook dingen die goed gaan. Maar er zijn denk ik wel een aantal dingen die gewoon ook nu, 2021, 12 jaar later, in feite gewoon over diezelfde onderwerpen nog dezelfde zorgen zijn. En daar wil ik vooral inderdaad in deze vandaag toch aandacht voor vragen van hoe gaan we daarmee om. Ik kom bijvoorbeeld inderdaad, ik heb al die rapporten de afgelopen weken eens eventjes doorgelezen. En ik wil het ook even inderdaad over bijvoorbeeld de informatie die we krijgen en over de data hebben. We hebben allerlei CBS-informatie en staatssecretaris zegt op zich van, nou dat wordt minder, daar hebben we minder van, daar, dat gaat beter, daar gaat beter. Maar dat wordt allemaal, maar tegelijkertijd merk ik ook dat die data iedere keer ter discussie gesteld worden. Met andere woorden, hanteren we allemaal wel dezelfde definities? Zijn ze wel compleet? Want niet iedere zorgaanbieder levert de data aan. En nogmaals, we hanteren ook allemaal nog verschillende begrippen. Een van de dingen die ik daarom eventjes toch wel wil laten passeren, dat is het verhaal over dat er minder gesloten jeugdzorg of minder uithuisplaatsingen zijn. Mevrouw Gerkens refereerde er ook al aan. Maar er staat bijvoorbeeld wel tegenover dat er veel meer voorlopige ondertoezichtstellingen zijn. En als je dan kijkt van wat is daarvan de reden, zit daar in feite gewoon de angel van wat er fout gaat in het systeem. Want ook dat wordt weer gewijd aan wachtlijsten, aan onvoldoende samenwerking. Het te lang doorgaan met een licht, met lichte zorg en met onvrijwillige zorg. En dan krijgen we inderdaad de situatie dat jeugdigen en gezinnen in crisissituatie terechtkomen. En dan het verder gaan, lopen we ook weer tegen allerlei wachtlijsten aan. En daar maak ik me toch wel heel erg zorgen over. Ik was blij met de analyse van de minister, want ik had inderdaad een rapport gelezen van, nou, we zijn bezig met doorbraakaanpak. Ik denk van, ja, maar jongens, daar gaan we dit probleem niet mee oplossen. Maar ik begrijp dat dat alleen voor de tijdelijke situatie is van de gezinnen die echt in de knel zitten. En dat de minister ook aangeeft van, er moet inderdaad een redesign komen van de jeugdzorg, van de jeugdbeschermingsketen. Want daar zitten natuurlijk de meest kwetsbare gezinnen, waar we het eigenlijk gewoon niet over moeten hebben, waar wij ons ook heel erg zorgen over maken. En eigenlijk de enige vraag die ik daar dan nog over heb is van, hoe kunnen we dat versnellen? Hoe kunnen we dat hoog op de prioriteitenlijst zetten, dat dit inderdaad dan echt snel en effectief opgepakt gaat worden? En dan, al die pilots en zo, het is wel aardig, maar die bevinden zich over het algemeen vaak in grote gemeentes. Terwijl juist ook ik wel zorgen maak over kleinere gemeentes en gemeenteraden die dat toch inderdaad onvoldoende zicht hebben of dat het ook allemaal gaat lukken. Maar kunnen we nou inderdaad die redesign van de jeugdbeschermingsketen, die misschien in 2009 al opgepakt had moeten worden, niet hoger op de agenda krijgen? Veel dank, mevrouw de Bruin. Mevrouw Noren. Voorzitter, we vuren wel veel vragen af, maar goed, ja. Viel me op. Allereerst wil ik de bewindspersonen bedanken voor hun motivatie om vol door te gaan, ook in deze periode. Want ik denk dat we dat allemaal benadrukken, dat er stilstand achteruit zou gaan zijn. Ze zijn wel aanvullend op alles wat gezegd en ik sluit me zeer aan bij de laatste twee sprekers. Drie dingen die me nog aanvullend. Ik zie een tweedeling in de toegang en de werkwijze en de regimes tussen de GGZ en de jeugdwet. Daar hebben we hier natuurlijk uitgebreid ook over gehad. En die tweedeling is daar niet in, maar ook dat kwetsbare kinderen misschien in de knel komen en niet krijgen wat ze nodig hebben. Daar zou ik wel een reflectie op willen hebben. En dan kijken we alleen naar de kleur en het opleidingsniveau van het verschil van de ouders die de kinderen in de GGZ laten landen ten opzichte van de jeugdwet. En heeft het stelsel dit niet bevorderd door de manier waarop we het toch geaccepteerd hebben dat de jeugdwet een andere toegang heeft dan de GGZ? Het tweede is, en ik hoor het de staatssecretaris zeggen en ik schrik daarvan, ik ben het heel erg eens met mevrouw Gerkens, het gaat volgens mij om dat kwetsbare kinderen of kinderen in kwetsbare posities, dat is niet hetzelfde, een passende plek krijgen om in gezondheid op te groeien. En dan doet het niet toe hoeveel plekken we waar nodig hebben. Moeten we dat realiseren om dat voor elkaar te krijgen? En waarom zeg ik dat ik ervoor schrik? Omdat ik zie dat door zo te praten over hele complexe zorgsituaties, medewerkers daar niet meer willen werken.
En door de Tweede Kamer en door de bewindspersonen wordt gezegd, we willen de gesloten jeugdzorg afbouwen of de hooggespecialiseerde jeugdzorg, zie je dat daar een leegloop van personeel is op dit moment. En veroorzaken we door zo te praten over het jeugdstelsel niet dit zelf. En daar zou ik ook wel een reflectie op willen hebben. En de derde zit ik wel heel erg te twijfelen op wat is nou de toegevoegde waarde geweest van de individuele zorg. Bij de individuele gemeente het hele jeugdwetstelsel te leggen. Hebben we uitgebreid, is ook hier in deze Kamer over gesproken. Versus de voorstellen die nu voor ligt. En dan heb ik een beetje buikpijn. Al 5 jaar buikpijn moet ik eigenlijk zeggen. Wat is nou de meerwaarde geweest van die individuele gemeente bij die complexe zorg die sowieso door de aard van de zorg bovenregionaal opgevangen moeten worden? En hebben we dan niet een hele lange, trage en trieste leercurve met elkaar? Dus is dit nou wel wijs geweest en wat geeft u nou door aan het kabinet over dat onderdeel? Want uiteindelijk waarom het niet goed voelt is omdat wij niet hier dat slachtoffer van worden, maar individuele kinderen die dient krijgen wat ze nodig willen. En hoe kunnen jullie iets doorgeven aan het nieuwe kabinet waardoor we dit eindelijk eens gaan doorbreken? En of het nou in de administratie is, of in de inhoud, of in de inkoop, vrijheid, blijheid en 355 keer uitvoeren. Vers dat we weten dat sommige dingen maar zeer beperkt, om soms maar op 1 plek in Nederland nodig zijn. Dank u wel, mevrouw Noorden. Meneer Verkerk. Ja, voorzitter. Ik zou graag de staatssecretaris en de minister hartelijk willen danken voor alle inspanningen. Ik krijg echt de indruk dat er heel veel gebeurt. Wat me puzzelt is dat als ik de krant lees, dat ik eigenlijk de indruk heb dat het steeds slechter gaat. En ik vraag dit niet omdat ik kritiek zou hebben op uw inspanningen, maar ik vraag u daar toch even op te reflecteren. Het tweede, ook heel kort, de complexe zorg vind ik een aandachtspunt. We hebben met de minister De Jonge een MO gehad in januari 2020. En toen zei hij, ja, we moeten echt gaan werken aan sterke regio's. En dat we binnen die regio's ook die complexe zorg heel goed kunnen vervullen. Nou is mijn vraag, de regio's waar de staatssecretaris over praat, leidt die echt tot een meer simpele en eenduidige keten? Maar ook echt dat de complexe zorg die plaats krijgt die zij ook krijgt en dat er datgene voor betaald wordt wat er ook voor betaald moet worden. Want ik heb ook vaak gezien dat de goedkope zorg de duurzorg verdringt. En dat gaat eerlijk gezegd altijd fout. En tenslotte heel kort, u zei even iets over Zuid-Limburg. Nou, u weet waar ik woon en ik woon daar dus. En dat geeft me echt ontzettend veel zorgen. Daar loopt het ongelooflijk hard op. En dat heeft ook te maken met het totaal van de sociaal-economische situatie. Dan moet je ook aan allerlei andere samenhangen denken als armoede, als drugsgebruik, als ik noemt u het maar op. En ik wil u toch iets vragen of u ook iets meer op die samenhangen kunt reflecteren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Verkerk. Meneer Baljeu. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank de minister en de staatssecretaris ook voor de uiteenzetting net aan het begin. Ik heb al vele relevante vragen gehoord. Ik zou die niet allemaal willen herhalen. De enige vraag die ik nog heb is, als ik de media mag geloven, dan lijkt het wel alsof er een toename is van depressieve jongeren. En ik vraag me af, en dat is dan meer een vraag voor de staatssecretaris, of die toenemende druk op de jeugdzorg ook er is nu naar aanleiding van de lockdown. We hebben al eerder een lockdown gehad. We zitten nu in een tweede lockdown. Wellicht gaat die ook verlengd worden. Dus ik denk dat het belangrijk is bij jeugdzorg ook om goed en snel in te grijpen op het moment dat het kan. En processen zijn belangrijk en onderliggende problemen goed begrijpen is belangrijk. Maar ik denk vooral dat we snel en goed moeten reageren op het moment dat zeker met depressie, er zich een probleem voordoet. Dat was mijn vraag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Het zijn een heleboel vragen. Er is ontzettend veel langsgekomen. Zeer betrokken commissie. En aan u de gelegenheid om daarop te reageren. Gaat uw gang. Als u het goed vindt, voorzitter, doen we het in dezelfde volgorde. En ik wil graag gelijk antwoord geven op de vragen die gesteld zijn. Maar omdat ik dat gelijk doe, zal het misschien de volgorde niet het mooiste zijn. Dus soms gaat het een beetje door elkaar heen. Maar ik probeer alle vragen die gesteld zijn te honoreren. En als ik er eentje oversla, dan hoor ik het graag van de woordvoerder als die daar niet in gehoord is. Voorzitter, er zijn verschillende woordvoerders. Eigenlijk denk ik iedereen, maar in ieder geval heel expliciet vragen van de heer Van Gurp, mevrouw Prins en de heer Verkerk over de relatie tussen zeg maar de generalistische hulpverlening, de
niet-complexe hulpverlening en de specialistische hulpverlening. De complexe hulpverlening. En hoe verhouden die zich tot elkaar en verdringt die generalistische hulpverlening niet die complexe hulpverlening? Dat is denk ik wel een vinger op de zere plek in het huidige jeugdhulpstelsel. Wat we zien gebeuren, dat bevestigt dat AIF-onderzoek, waar ik in mijn termijn het ook over had, bevestigt dat beeld ook wel, dat met name zit de groei in de generalistische hulpverlening. Zeg maar de lichte hulpvragen die worden massaal opgepakt. Je ziet ook gebeuren dat jeugdhulpaanbieders, ik zou haast onderbieden willen zeggen, als paddenstoelen uit de grond vliegen die dat aanbieden, en waar zelfs de winstmarges heel hoog zijn. Daar kom ik straks nog even op terug. Feit is dat daar wat onbalans lijkt te zijn en dat we ook onszelf hard op de vraag moeten stellen inderdaad. Is het nou normaal dat in een regio 1 op de 6 kinderen een beroep doet op jeugdhulpverlening? Of even plat gezegd, zijn we nog gek geworden met z'n allen? Kunnen we dat ook niet op een andere manier doen? En kunnen kinderen niet bijvoorbeeld via het gezin met hele lichte ondersteuning of op school of anderszins geholpen worden zonder dat ze in de jeugdhulptraject terechtkomen? De vraag stellen is makkelijker dan het antwoord geven. Feit is wel dat de jeugdzorgregio's daar wel op kunnen sturen. En wat mij betreft ook meer op zouden moeten sturen dan ze nu doen. Dat is ook de reden waarom wij bezig zijn met een wetsvoorstel waar ik het over had. Namelijk om de toegankelijkheid voor de jeugdhulpverlening te verbeteren door meer samenwerking te organiseren, ook vanuit het Rijk, vanuit de stelselverantwoordelijke in de regio's. De regio's die zouden wat ons betreft, dat staat ook in het wetsvoorstel, echt volop moeten samenwerken. Wij denken zelfs aan een gemeenschappelijke regelingconstruct erin. Echt dat er een elkaar vasthouden is en ook één aanspreekpunt in de regio, zodat je niet de ingewikkelde situaties krijgt die je nu wel eens ziet. Bijvoorbeeld bij de hele vervelende verhalen rond de Hoenelo-groep, et cetera. Dat we in het land rondkijken wie is er eigenlijk verantwoordelijk, wie koopt er allemaal in, maar dat je makkelijker aanspreekpunten hebt. En als je de jeugdzorgregio's meer aan elkaar verbindt, met inachtneming van lokale autonomie. Natuurlijk, het hele voorliggende veld regelt het allemaal prima lokaal, maar de inkoop regelt dat regionaal en borg dat ook de specialistische hulpverlening voldoende wordt ingekocht. Dat is echt de achterliggende gedachte achter dat wetsvoorstel. En het zal u ook niet verbazen dat het jeugdveld en zeker de branche gespecialiseerde hulpverlening daar echt de vlag bij uithangt bij dat voornemen, dat we dat meer willen borgen. Wat best wel wat vraagt ook van gemeenten om daar die bocht met ons te maken. Ik ben ervan overtuigd als er een goed regiobeeld is en als er dan een inkoop wordt georganiseerd op basis van een goed bestek met een goed beeld van hoe gaan we vraag en aanbod matchen, dat je dan een veel betere startpositie hebt om ook die specialistische hulpverlening in te kopen. En als het hoogspecialistisch is, dat zit ook in het wetsvoorstel, dan moet je boven regionaal daarover afspraken maken. Ook dat willen we borgen in dat nieuwe wetsvoorstel. Hoe kunnen gemeenten daar nu al Volgens mij is het een verduidelijkingsvraag. Laten we afspreken dat we verduidelijkingsvragen wel toelaten. Mevrouw Bruin. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik snap waar u naartoe wil, maar begint het niet bij het goed vastleggen van een visie op jeugdzorg, met andere woorden, van juist inderdaad de verdringing tussen lichte en zware zorg, dat die regio's vooral eerst heel nadrukkelijk, of die gemeentes, een veel nadrukkelijke visie op de jeugdzorg zelf moeten ontwikkelen over van, en dan vervolgens daarop als onderlegger voor om de inkoop te starten. Maar als dat ontbreekt, dan blijven we gewoon toch maar weer. Ja, voorzitter, helemaal eens met mevrouw Bruin, want wij willen ook dat die regio's, als die meer met elkaar samenwerken, en nogmaals, in een aantal regio's gaat dat echt heel erg goed, maar een aantal is dat aantoonbaar, gaat dat nog niet perfect. Als regio's die samenwerking zoeken, dan is ook onze eerste ambitie dat ze een regiovisie opstellen over hoe gaan wij met jeugdzorg, jeugdhulpverlening om. En er zitten dan ook elementen in dat je op lokaal niveau dingen kunt regelen, bijvoorbeeld het jongerenwerk op lokaal niveau, het welzijnswerk. Maar zodra je het gaat hebben over geïndiceerde hulpverlening, dan zou je daar de samenwerking moeten zoeken en dan moet je gezamenlijk contracteren, gezamenlijk inkopen. En daaraan vooraf gaat dus inderdaad die visie. Hoe willen we dat jeugdhulpverlening georganiseerd wordt? En wanneer zou je moeten overgaan naar indiceren? En wanneer kan je met veel lichtere ondersteuning, stut en steunwerk, bijvoorbeeld vrijwillige opvoedondersteuning via de Centra voor Jeugd en Gezin of anderszins, dat kan je ook lokaal organiseren. Als je dat gezamenlijk opschrijft in een visie, dan heb je een veel betere vertrekpositie dan dat je nu gewoon ziet van, ja,
Er worden bijvoorbeeld via de huisartsen, want vergeet niet, dat is ook een toegang waar gemeenten geen grip op hebben. Via de huisartsen worden bijvoorbeeld kinderen doorverwezen naar een psycholoog, naar een behandelaar. Zonder dat dat zeg maar, is gestoeld op een visie van hoe gaan we om met hulpverlening. Dat is geen verwijt naar die huisartsen, maar die doen naar eer en geweten hoe ze kinderen kunnen ondersteunen en gezinnen. Maar dat zien we dus wel gebeuren en dat leidt inderdaad tot een enorme toename aan vraag. Wat ook nog wel relevant is, is dat AIF ook constateert dat de trajecten die vervolgens worden geboden, ook in de generalistische hulpverlening, veel langer zijn dan ten tijde van de decentralisatie. En dat is iets waar we nog wel het vergrootglas op moeten leggen. Hoe komt dat nou? Want we dachten dat we meer maatwerk konden leveren als het naar de gemeente ging, maar ondertussen worden de trajecten langer. Het kan toch niet zo zijn dat sinds het bij gemeente is, dat daarmee de hulpvraag van gezinnen daardoor groter is geworden. Dat kan niet. Dus veel huiswerk en de heer Van Gurp die vroeg daarbij wel terecht van ja, je bent met een wetsvoorstel bezig, maar wat doe je hier en hier en nu? En daar wil ik nog heel kort iets over zeggen dan. Gemeenten hebben natuurlijk de zorgplicht. Die moeten adequaat inkopen. En als er een zware hulpvraag is, mag de gemeente niet zeggen van ja, we hebben ingekocht, maar het geld is op en het gezin klopt in september aan, maar die zijn januari volgend jaar weer het eerst aan beurt, want dan hebben we weer een nieuw contract of nieuw geld. Nee, dat kind moet dan geholpen worden, want die gemeenten hebben die zorgplicht. En dat brengen wij ook nadrukkelijk steeds onder de aandacht van de jeugdzorgregio's. Eventjes reflecterend op de actuele situatie. Verschillende woordvoerders vroegen daar aandacht voor. Onder andere de heer Van Kesteren van in de coronatijd zie je die depressieve gevoelens bij jongeren nog meer toenemen. En hoe ga je daarmee om? Natuurlijk is dat, kan dat leiden tot een toenamende hulpvraag. Wat wij alleen niet scherp krijgen bij de Rijksoverheid als stelselverantwoordelijke, en dat is best wel lastig, dat is in een gedecentraliseerd stelsel krijgen we signalen, we lezen de krant, er doen meer jongeren een beroep op de hulpverlening, er zijn zelfs meer jongeren suïcidaal die daarvoor opgenomen worden. Maar als we dan vragen waar zit dat precies, in welke regio's doet zich dat voor, dan krijgen wij daar als Rijk heel moeilijk zicht op. Dus wat wij gedaan hebben is bij alle 42 jeugdzorgregio's, vorige week hebben we de vraag expliciet neergelegd, breng in beeld, geef ons aan waar je knelpunten ziet. Want als regio's zeggen, wij komen niet uit met onze middelen, dan moeten wij wel daar ook namen en rugnummers achter hebben. Van waar wringt dan precies de schoen in plaats van op basis van een generiek beeld van er is een toename van zoveel procent. Dus dat moet wel echt scherper in beeld worden gebracht. De VNG die onderkent dat ook en die ondersteunt met ons de hulpvraag bij die regio's. Van breng nou scherper in beeld waar die vraag zit. Gemeenten hebben de zorgplicht, die moeten adequaat inkopen en daar zullen we ze ook aan houden en daar komt natuurlijk een vraag achterlangs, namelijk gemeenten zeggen, ja, maar wij komen niet uit met de beschikbare middelen. Juist over dat voeren we nu het gesprek. En ik heb proberen aan te geven in mijn eerste termijn dat we dat gesprek niet alleen voeren met het oog op de toekomst, als erfenis naar een nieuw kabinet, maar ook over het hier en nu, omdat die tekorten zich nu al voordoen. En dat moet ook in dit voorjaar al, zeg maar, tot conclusies leiden aan welke knoppen wij kunnen draaien om ook daar al te herstellen. Ik wil in dit verband nog wel wijzen op het belang van dat nieuwe fenomeen regionale expertisecentra. Want heel vaak zien we dat gezinnen, en dus ook kinderen, in de knoop komen door een complexe hulpvraag die niet goed wordt opgepakt. Dat hoeft echt niet altijd een geldkwestie te zijn, maar gewoon handelingsverlegenheid of weten niet waar we heen moeten. Die expertisecentra die moeten daar een hele belangrijke rol in spelen. Omdat daar de kennis en kunde is gebundeld die zeg maar, ingewikkelde situaties uit de knoop moeten kunnen halen en kinderen toeleiden naar passende hulpverlening. Daar is in de Tweede Kamer heel breed steun voor die aanpak. Dat moet zichzelf ook bewijzen, maar dat kan in het hier en nu. En daar wijzen we regio's ook op van, kom niet bij ons aan met we lopen vast met de regio, met een kind. Ga dat in zo'n regionaal expertisecentrum bespreken. En als je dan nog niet eruit komt, dan hebben wij ook bij het ministerie VWS de unit complexe zorgvragen. En dan willen wij echt van alle kanten met raad en daad bijstaan. Nog één punt wel over de onbalans die er is. Want een van de schokkende conclusies was wel ook vorig jaar uit verschillend onderzoek dat veel aanbieders hele forse winsten maken, tientallen procent zelfs op jaarbasis. En dat de hele grote aanbieders, waarvan je zegt, nou die hele grote fabrieken die kunnen het wel leiden, dat die juist in zwaar weer komen, omdat die de specialistische hulpverlening bieden, wat per traject veel duurder is. Het gekke fenomeen doet zich daarbij voor dat er hulpverleners zijn die zelfs aanbieden aan de aanbestedende partij, aan de opdrachtgever, de gemeente, zullen wij die winsten voor een deel terugstorten? En dan zegt de gemeente, dat kunnen we niet doen, want dan zouden we dat ook van andere hulpverleners moeten vragen en volgens het contract hoeft dat niet.
Dat bracht ons wel op het idee om die gemeente te zeggen, zou je niet heel snel die contracten dan aanpassen waarbij je winstafroming organiseert? En een regio waar dat gebeurde was Den Bosch. Die hebben dat gelijk geëffectueerd. Die zeiden in het nieuwe bestek, winstafroming, dat mag je gewoon in een bestek bepalen. Van, u mag niet meer dan zoveel procent winst maken. En laten we hopen dat dat ook de cultuur wordt. Want volgens mij is ook in de Senaat iedereen het erover eens dat de zorg niet bedoeld is om hele grote winsten te maken. Voorzitter, kennen wij de kinderen achter de getallen, vraagt de heer Van Gurp. En eigenlijk vroegen anderen dat ook in andere woorden. Ja, dat is wel een hele lastige. Zeker als stelselverantwoordelijk heb je dat zicht heel moeilijk. Het CBS rapporteert wel 2 keer per jaar over toename van zorgvraag en waar die vraag dan specifiek zit. Waar het gaat om de vorm van hulp die dan wordt gevraagd. De volgende rapportage komt in juni. Dat is een beeld over 2020. Ik neem aan dat we dat ook naar de Senaat kunnen sturen als u daar behoefte aan heeft om dat beeld te krijgen. Feit is wel dat in zo'n decentraal stelsel primair de regio's dan aan zet zijn en een beeld moeten hebben van de kinderen, de gezinnen, achter de vraag. En volgens mij moeten we ook niet als Rijksoverheid dat weer om gaan draaien en zeggen, mogen wij dan tot in detail dat zicht ook hebben. Voorzitter, de heer Van der Voort vroeg, hoe voorkomen we nou dat de mensen uit de sector stappen? Omdat je dat in toenemende mate ziet, terwijl we juist die mensen nodig hebben. En dan is het soms nog geen eens een geldkwestie, maar de mensen stoppen er gewoon mee omdat ze helemaal gedemotiveerd zijn. Dat is een zorg waar de hele zorg mee kampt, zoals u weet. Er is forse instroom, maar soms is de uitstroom zelfs nog forser. En dat tij moeten we keren. Ik denk dat de oplossing in een aantal domeinen ligt. En het gaat verder denk ik om die vanmiddag uitputtend te noemen. Maar wat mij betreft staat met stip bovenaan de regeldruk. We zien dat er heel veel mensen zwaar gedemotiveerd afhaken omdat ze zeggen, ja, ik ben opgeleid om kinderen, gezinnen te helpen en ik ben 30%, 40% kwijt aan indirecte handelingen zoals registratie. En daar zetten we forse stappen op, maar wat mij betreft kunnen we daar niet snel genoeg in handelen, want elke maand zeg maar, die we daarmee verliezen is een verloren maand, omdat je daarmee mensen gefrustreerd ziet afhaken. Dus een veelheid aan maatregelen, zorgbreed wordt er getroffen. En zeker ook voor de jeugdhulpverlening is er nog winst te boeken in regeldrukvermindering. De heer Van der Voort vroeg ook, wat wilt u overdragen aan het volgend kabinet? Nou, volgens mij hebben minister Dekker en ik de ambitie om al het goede waar wij mee bezig zijn, en eigenlijk is dat alles wel, over te dragen aan het volgende kabinet. Nou, dat is eigenlijk een beetje flauw, maar ik noemde in mijn eerste termijn de wetsvoorstellen waar we mee bezig zijn. Ik heb niet de illusie dat een van die wetsvoorstellen al behandeld gaat worden in de komende maanden. Sterker nog, ik denk dat die na de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart gelijk controversieel worden verklaard en dan gaat een nieuw kabinet plannen maken. U mag van mij aannemen, en ik weet zeker dat ik ook namens de minister spreek als ik zeg, dat wij de wetsvoorstellen die in voorbereiding zijn, dat we daar onverdroten mee voortgaan om de opvolgers een zo compleet mogelijk setje te geven waar ze mee verder kunnen. En die moeten dan vanuit hun eigen verantwoordelijkheid daarmee verder gaan. Het financiële verhaal, AIF, naast de knoppen waar we aan kunnen zitten beleidsmatig, of in de uitvoering waardoor je beleid efficiënter kunt maken en dus minder kosten maakt, het financiële verhaal, daar moeten we een conclusie gaan formuleren in dit voorjaar. En daarover is afgesproken met de gemeenten dat die conclusie als zwaarwegend advies naar het nieuwe kabinet moet gaan. Dus daar gaat er waarschijnlijk een claim uit volgen waarvan wij zeggen, dit is een heel zwaarwegend advies voor een nieuw kabinet. Die moeten dat betrekken bij het budgettaire plaatje wat zij gaan maken in hun plannen. Voorzitter, dan ben ik bij de heer Kesteren, PVV, die vroeg zich af wat we doen met dat grote aantal aanbieders. Er waren ook andere woordvoerders die daar expliciet aandacht voor hebben gevraagd. Dat is aan de ene kant een rijkdom, want mensen kunnen wat kiezen. Aan de andere kant even zoveel contracten en ook even zoveel mogelijkheden dat we niet goed controle hebben op de kwaliteit bijvoorbeeld. Er zijn al regio's die zeggen, daar kiezen we echt rigoureus anders. Wij gaan beperken, we schrijven gewoon in het bestek op dat er maar een beperkt aantal aanbieders is. En die contracteren we als hoofdaannemer en daar kan je nog onderaannemers aan koppelen. Dat willen we eigenlijk ook wel stimuleren, maar dat gaan we niet voorschrijven. Je kan niet verplichten aan regio's dat ze maar een beperkt aantal aanbieders contracteren. En ik dacht dat het mevrouw Bruin was, die zei ook, je wil ook keuzevrijheid in de lucht houden. Dat zei, mevrouw Gerkes. Je wil die keuzevrijheid ook in de lucht houden en dat kan wringen. Maar wij willen eigenlijk gemeenten, regio's stimuleren om dat via contractering in belangrijke mate zelf daarop te sturen.
Wij krijgen overigens wel beter beeld op die nieuwe toetreders, want dat kan een wildgroei zijn. Maar door nieuwe wetgeving moeten vanaf 1 januari 2022 alle nieuwe jeugdhulpaanbieders zich voor de aanvang van de contracten zeg maar, die ze gesloten hebben voor die verlening, moeten zich melden. En ze moeten, alle bestaande aanbieders moeten zich melden tussen 1 januari volgend jaar en 1 juli van volgend jaar. Zodat het zicht in ieder geval veel scherper wordt en we niet horen dat er in regio's aanbieders gecontracteerd zijn waarvan we echt weten van, nou, weten niet wie dat is. De IGJ heeft er baat bij, een toezichthouder, dat er zicht bestaat op überhaupt het bestaan van hulpverleners. Zodat ze ook risicogestuurd toezicht kunnen houden. Overigens, ik heb dat niet genoemd in het wetsvoorstel waarin wij afspraken willen maken over de regio-indeling en de regio-afspraken, willen we ook de governance versterken van de aanbieders. Dat betekent ook dat aanbieders aan hogere eisen moeten voldoen waar het gaat om verantwoording en kwaliteitsnormen binnen hun eigen organisatie. Uiteraard met inachtneming van de regeldrukvermindering die we ook beogen, maar dat is echt een kwaliteitsimpuls voor aanbieders. Voorzitter, ik kom bij de vragen van mevrouw Gerkes. Die keuzevrijheid, daar ben ik op ingegaan, de veelheid van aanbieders. En waar komt de groei vandaan? Dat is, ja, dat wisten we het maar, zou ik zeggen. Jo Hermans, oud-hoogleraar pedagogiek, bekend bij velen van u, denk ik, die had altijd een mooie analyse. Die zei, Nederland, jaar in jaar uit internationaal onderzoek, onze jeugd, die scoort qua geluk het hoogst van de hele wereld. En dat is nog steeds actueel. Tegelijk heb je de paradoxale situatie dat ondertussen de meeste jongeren in hulpverlening zijn. En volgens mij is daar niet één op één een causaal verband. Dus daar moeten we wat mee. En alle hens aan dek om dat geluk ook te vertalen in. Laten we dan ook de medicalisering en alles maar naar de zware hulp sturen. Laten we daar alle inzet op plegen. En volgens mij hebben gemeenten ook echt die ambitie. Maar waar de groei vandaan komt exact, dat weten we niet. Ik denk wel dat mevrouw Gerkes een paar actuele ontwikkelingen noemt die inderdaad zeer bedreigend zijn. Alle ellende die een gevolg is van het digitale snelweg. Loverboy-problematiek bijvoorbeeld. Vroeger moest een loverboy met cadeautjes en kraaltjes en spiegeltjes werken. En tegenwoordig is het een paar drukken op de knop en heeft zijn volgende slachtoffer te pakken. Als die afhaakt, dan gaat hij naar de volgende. Wij zien het ook wel als taak. Bijvoorbeeld in het kader van dat AIF-rapport, waar nu de stuurgroep onder leiding van Marianne Sent mee bezig is, om in beeld te brengen hoe duiden we dan nou die groei en de langere trajecten. Ook daar zal die analyse moeten komen. En ik neem aan dat de Eerste Kamer ook die informatie tot zich zal willen nemen als die daar is. Ik heb eigenlijk impliciet al wel antwoord gegeven op de vraag, misschien zelfs expliciet, over de corona en de groei die een gevolg daarvan is. Ik wil onderstrepen, je mag veronderstellen dat corona en alle depressieve of sombere gevoelens van jongeren die daarmee samenhangen, dat gaat leiden tot een groeiende jeugdhulpvraag. We hebben daar nog geen bewijs van. En dat verklaart ook waarom wij bij de jeugdhulpregio's alle 42 de uitvraag hebben gedaan. Laat alsjeblieft zien waar die groei zit en hoe jullie daarmee uitkomen. De uithuisplaatsingen, mevrouw Gerkes zei terecht, de daling daarvan mag geen doel in zich zijn. Als er uithuisplaatsing moet plaatsvinden, moet je niet zeggen, nou, dan komen we niet aan onze taken, dus dat doen we niet. Natuurlijk, bij elke dreigende situatie, als het belang van het kind gaat voorop. En in het belang van het kind kan het zijn dat we tot uithuisplaatsing overgaan. Maar ik denk ook dat hulpverleners wel elke uithuisplaatsing als soort nederlaag zien van wat jammer dat het kind niet in het systeem kan blijven. Voorzitter, mevrouw Pauw vroeg of wij zicht hebben op specifieke jongeren en ook de vraag rond corona. Ik denk dat ik in ben gaan volgens mij op de vraag waar de specifieke hulpverleningstoename zit. En het simpele antwoord is, we hebben dat niet exact. We willen dat wel nader analyseren en het scherpste beeld daarop hebben de regio's. Maar wij willen landelijk ook wel in het kader van AIF beter weten hoe die groei dan verklaard kan worden. En dan zal ook impliciet een antwoord op die vraag moeten worden meegenomen. Mevrouw Prins, heb ik de vraag al beantwoord over specialistisch versus generalistische hulp. En zij heeft ook de vraag gesteld hoe verhouden de verschillende wetten zich tot elkaar en de schotten die ertussen zitten en de complexiteit die daar uit voortkomt. Ja, dat is volgens mij ook wel zo oud als het bestaan van wetten, is het feit dat wetten met elkaar kunnen wringen en dat er niet soepele hulp is. Volgens mij gaat in een aantal gevallen gaat het echt beter. En ik denk ook dat de verlengde jeugdhulpverlening die Hugo de Jonge heeft georganiseerd, dat die echt een verbetering met zich meebrengt. Dat er ook een soepeler overgang is, bijvoorbeeld naar WMO-regeling voor volwassen jongeren.
Maar bijvoorbeeld de WLZ, dat is best wel een ingewikkelde. Want wij zijn bezig met bijvoorbeeld de toegang organiseren voor jongeren met psychische klachten naar de wet langdurige zorg. Zodat er niet permanent jongeren opnieuw moeten worden geïndiceerd. Maar dat is een hele complexe materie. Want dat gaat om een hele beperkte groep jongeren. En hoe stel je vast bij minderjarigen dat vaststaat dat ze langdurig zorg nodig hebben en dat ze dus een beroep moeten doen op de WLZ? Ik zie hier een vraag van mevrouw Nooren. Nou, voorzitter, er zijn wel wetgevingstrajecten hier in het verleden geweest waarin gezegd wordt, we gaan kijken of de jeugdwet erin past. Bijvoorbeeld de wet kwaliteit, klachten, geschillen in de zorg. En zo zijn er andere. En ik heb soms wel het idee dat, we hebben het al gehad over de samenwerking, toen was de heer Dekker nog staatssecretaris bij OCW, over zorg en onderwijs, om dat samen te brengen. En mijn zorg is wel dat dat dan wel, nou ja, of het een toezegging is of in ieder geval een ambitie van het kabinet. En dan zijn we 4 jaar verder. En dan heeft dat geen voortgang. Maar het schuurt nog wel. Ja, en ik ben de laatste om dat te ontkennen. Overigens heb ik een, ik zal niet zeggen een hotline-verbinding, maar een goede verbinding met de minister van Onderwijs voor primair en basisonderwijs. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Het gaat om passend onderwijs, waar veel te veel kinderen thuis zitten natuurlijk. Maar algemeen dit fenomeen beschouwend zou ik willen zeggen. Natuurlijk hebben we verschillende wetten en dat lijkt te leiden tot schotten die niet te slecht zijn. Ik spreek liever over omschotten, want die schotten zijn er. Maar volgens mij zit het ten diepste wel voor een heel groot deel in cultuur. Kennis en kunde van mensen die jongeren mogen ondersteunen. Als men goed weet welke mogelijkheden de wetten bieden, dan zou het eigenlijk niet moeten gebeuren op basis van de wetten die we hebben, dat jongeren niet geholpen kunnen worden. En ik heb als wethouder van Apeldoorn, dat was ik tot 2017, ingewikkelde casuïstiek besproken met collega's van andere gemeenten. En steeds weer was de conclusie, de wet is niet, daar brengt het niet. De wet is geen belemmering om mensen adequaat te helpen. En als dat wel is, dan gaan we gelijk aankloppen in Den Haag. En dat gebeurt heel sporadisch. Meestal is het gewoon de cultuur en onwetendheid bij mensen in de uitvoering dat dingen wel mogen. Sorry dat ik u onderbreek. Ik voel een discussie. Die gaan we even parkeren. Volgens mij gaan we die parkeren. We maken even het rondje af. Ja. En als er tijd over is, pakken we deze even terug. Voorzitter, ik ben bij mevrouw Bruin die de boeiende vraag stelde. Kloppen de data wel? Want we horen verschillende cijfers. En dat is ook zo. Als we het hebben bijvoorbeeld over de uithuisplaatsingen, dan is de vraag of wij een goed landelijk beeld hebben of dat cijfers die wij krijgen van verschillende regio's, of we die extrapoleren. Feit is wel dat wij naar enig weten dat invullen, maar dat bij een gedecentraliseerd stelsel vind ik het zelf wel ingewikkeld om altijd goede informatie te krijgen. Ik zie het als een hele grote opdracht en uitdaging, ook voor de Rijksoverheid, om wel met de correcte cijfers te werken en bij de jeugdhulpregio's de goede cijfers boven tafel te krijgen. En daar zijn we ook voortdurend over met z'n gesprek. We willen op basis van dezelfde criteria cijfers van jullie hebben, anders dan kunnen we niks vergelijken en dan kunnen we ook niet landelijk met gezag erover spreken. Ik denk dat collega Dekker misschien in kan gaan op de vraag minder uithuisplaatsingen, maar wel meer voorlopig OTS. Dat is volgens mij een vraag op het bordje van de collega. Mevrouw Nooren, voorzitter, heeft... ik denk dat ik daar op in ben gegaan toen zij zei, GGZ, jeugdwet, hoe zit het dan met specialistenhulpverlening? En is het niet zo dat de meest kwetsbare gezinnen, ook gezinnen uit de kansarme gezinnen, als ik het goed, de kinderen uit de kansarme gezinnen, hoe kan het nou zijn dat die de boot missen? Volgens mij is het beeld wat wij hebben niet zo dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen of met een praktische opleiding, dat die minder hulp krijgen. Feit is wel dat de specialistische hulpverlening vaker nee moet verkopen dan ons lief is. Of dat gerelateerd is aan een hoogte van de inkomen of zo, dat is mij echt onbekend, maar daar wil ik het gesprek graag over voeren. Mevrouw Nooren waarschuwt mij ervoor om niet te zeggen, we moeten af naar de gesloten hulpverlening, dan moeten we naar nul. Want dat kan demotiverend werken voor de mensen die erin werken. Ja, ik snap heel goed wat mevrouw Nooren zegt, voorzitter. Tegelijkertijd zijn het dezelfde mensen die in die sector werken die dat bepleiten. Ook de jeugdpsychiaters die zelf werken in de gesloten hulpverlening zeggen, we zouden als ambitie naar nul moeten. Hetzelfde eigenlijk, dezelfde ambitie eigenlijk als bij suïcide, dat we streven naar nul suïcides. De hulpverleners die daar actief zijn in die sector, die doen niks liever dan met hun opleiding, met hun kennis en kunde, die jongeren helpen, maar dan niet in het gesloten circuit. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat die ambitie mensen niet demotiveert, maar motiveert om die jongeren te helpen en dan niet in een gesloten setting, maar juist in een meer open setting, zodat de communicatie optimaal blijft en jongeren niet als in een soort jeugdgevangenisregime zitten. Dat zitten ze niet hoor, dat beeld wil ik helemaal wegnemen. Maar gesloten, de sector zelf zegt, we hebben die ambitie.
Voorzitter, de heer Verkerk die stelt een hele basale vraag. Gaat het niet eigenlijk veel slechter nu, of eigenlijk slechter over de hele linie dan voor de decentralisatie of dan lang geleden? Ik heb proberen aan te geven in mijn betoog in eerste termijn dat er een heel aantal dingen goed gaat. En ik wil ook echt de credits aan gemeenten geven waar heel veel goede dingen gebeuren. Ik noem daar een aantal. Ik vind het wel zelf heel spannend worden en zelfs heel onbevredigend, of je zou het frustrerend, dat er nog nooit zoveel geld in Nederland aan jeugdhulpverlening is uitgegeven. Terwijl we nou niet kunnen zeggen dat alle problemen opgelost zijn. Er zijn nog steeds wachtlijsten. En dat vind ik zelf wel heel frustrerend. Dat je er is nog nooit zo kolossaal veel geld gegeven aan jeugdhulpverlening. En nog steeds hebben we niet alle problemen getackeld. En dat geeft wel aan dat we nog heel veel huiswerk hebben. Niet alleen in de regio's, maar ook in Den Haag. De verre prijs, voorzitter, waar de heer Verkerk het over had. Daar werkt collega Hugo de Jonge aan. Die wil ook voor de jeugdhulpverlening dat er landelijk een sprake is van een reëel tarief die wil vastleggen in een algemene maatregel van bestuur. Dat zeg ik goed. Kijk even naar. Komt een algemene maatregel van bestuur voor reële tarieven voor jeugdhulpverlening aan andere zorgsectoren. En dat moet in ieder geval de bodem garanderen, zodat niet hulpverleners de aanbieders failliet gaan omdat gemeenten aantoonbaar te weinig financieren. Tot slot, voorzitter, de heer Boljeu van de groep Otten. Ja, volgens mij ben ik ingegaan op de vraag rond depressieve jongeren en de gevolgen van de lockdown. Wij monitoren dat en wij proberen daar ook pakketten in het hier en nu rond te organiseren. En we doen de uitvraag bij de 42 jeugdzorgregio's. Geef alsjeblieft aan waar je in de knel komt en waar je zeg maar ook naar Den Haag kijkt voor een oplossing. Voorzitter, daar wil ik bij laten. Dank u wel. Missen. Voorzitter, misschien een mooi bruggetje van wat collega Blokhuis zei juist aangaf. De impact van de corona is natuurlijk enorm en baart op onderdelen ook echt wel zorg. Ik was een paar maanden terug in Delft, sprak met een aantal jongeren. Die vertelden over wat het betekent als je school plotseling wegvalt, je geen fysieke bezoeken meer hebt met een therapeut. En wat dat doet met je hele gestel. En tegelijkertijd zie ik ook in de sector weer heel veel improvisatievermogen om zo goed en kwaad als kan toch de dingen door te laten gaan. Via videoverbindingen, anderszins. En als echt de nood aan de man is, dan gaan gewoon de mondkapjes op. En dan bijvoorbeeld bij spoedgevallen, bij uithuisplaatsingen. Dat heeft nooit stilgelegen. Dus misschien ook wel een, ik weet niet of dit wordt uitgezonden, maar ik wil het maar even compliment dan denk ik namens ons aan iedereen in de sector die in deze ingewikkelde tijd zo goed en kwaad als kan probeert gewoon hard door te gaan. Ik wil beginnen met de eenvoudigste vraag. En dan ga ik even van breed naar smal. En eigenlijk de eenvoudigste vraag is van de heer Van Voort. Hoe zorg je nou voor een goede overdracht? Ik weet het. Als bewindspersonen zijn wij slechts passanten. Maar gelukkig zit er een echt fantastische harde kern van ambtenaren op beide ministeries. Waarvan ik weet dat ze gemotiveerd zijn om dit ook aan onze opvolgers mee te geven. Wij gaan het natuurlijk zelf persoonlijk ook nog eens een keer overdragen. Maar ik denk ook dat er breed, los van de drive binnen onze twee departementen, ook in het veld echt wel gezien wordt. Neem bijvoorbeeld dat punt van die vereenvoudiging van die jeugdbeschermingsketen, dat we echt hier werk van moeten maken. In alle gesprekken die we op dit moment daarover voeren, merk ik echt geen weerstand. De vraag is veel meer van hoe doe je dat nou op een verantwoorde manier? Ik zal er straks bij de vragen die daarover gesteld zijn nog iets uitvoeriger op ingaan. Dan maar even heel breed, reflectie op het stelsel die een aantal van u hebben gevraagd. We zitten hier als twee oud-wethouders. En ik denk ook wel eens terug van ja, natuurlijk, die decentralisaties die gaan nog. Dat loopt dan niet op de manier waarop we het eigenlijk allemaal hebben bedacht, maar zou je naar terug willen? En laat ik voor mij persoonlijk spreken, antwoord ronduit nee. Want we zaten voor de decentralisaties toch ook in een stelsel met schotten, waarbij het ook gemakkelijk was om gezinnen en kinderen van het ene naar het andere loket te sturen en ze eigenlijk soms voor een dichte deur kwamen te staan of tussen spreekwoordelijke wal en een schip vielen. En ik zie toch op dit moment heel veel wethouders die ongelooflijk hard werken om over de hele breedte te zorgen voor een goed aanbod. Ook al kan dat op een aantal onderdelen echt en moet dat op een aantal onderdelen echt beter. Daar zit dan spanning tussen lichte en zwaardere vormen van zorg. Ik zie dat onmiddellijk. En ik ben het helemaal eens met iedereen die zegt, ja, die lichte vormen van zorg, die mogen niet die zware specialistische zorg verdrukken.
dat zijn vaak ook de vormen van zorg waar wij een beroep op doen, zodra er sprake is van een beschermd kader. Dat is eigenlijk de essentie van wat de inspectie aangeeft. Ja, dit is de spoedeisende hulp. Daar moet je onmiddellijk klaarstaan met allerlei vormen van zorg en behandeling. Bovendien speelt daar nog wat anders. Dus niet alleen maar dat het de zwaardere gevallen zijn. Daar speelt ook het rechtsstatelijke element dat er vaak een uitspraak van een rechter, een vonnis ligt, die zegt, ja, u moet dit doen. Dus het kan niet zo zijn dat er dan een wethouder zegt, die zegt, nou, ga ik nog eens even goed naar kijken. Of daar heb ik toch een andere opvatting over. Ook die gesprekken worden indringend met wethouders op dit moment gevoerd. Speelt natuurlijk wel de grote financiële uitdaging. Het AIF-rapport laat dat heel erg goed zien, waarbij je de groei ziet bij de lichte vormen en niet zozeer in toename van aantallen, zoals mijn collega net aangaf, maar ook vaak in de langere trajecten. En dat dreigt, nou ja, dat is toch een beetje het koekoeksjong die de eieren uit het... daar moeten we echt voor... En dan zijn er, denk ik, twee opgaven die ons te doen staan in de komende weken, maanden. Kijken, wat betekent dat nou financieel? Want er is een reëel financieel punt op dit moment bij gemeentes. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook echt de vraag blijven stellen, of in ieder geval ik blijf dat doen. Jongens, hoeveel uitdijende jeugdzorg wil je nog hebben in Nederland? Hè? Met andere woorden, je moet kritisch kijken naar, is die groei reëel? Waar komt dat terecht? Is het gewenst? En is er ook hier niet bijvoorbeeld sprake van enig afschuifgedrag wat je soms ziet? Of een van de dingen die mij is bijgebleven, je ziet bijvoorbeeld dat steeds meer hoger opgeleiden de weg heel goed weten te vinden in de jeugdzorg. Ja, hoger opgeleiden die zeggen, ja, maar mijn kind is ook druk of er is ook wat mee aan de hand. En die en die in de klas hebben ook al zo'n traject, kan mijn kind er ook nog even in. Ik wil daar niet te lichtzinnig over spreken, maar het is wel de problematiek waar we hier heel erg goed naar kijken. En we kijken dus niet alleen maar naar de financiële uitdaging, maar ook hoe kunnen we kritischer toetsen wanneer zorg echt is aangewezen. Ik denk dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Eigenlijk in het verlengde daarvan de vraag van mevrouw Gerkens, van ben je nou niet te triomfantelijk of ben je nou niet te positief over die daling die je ziet rond beschermingsmaatregelen en de daling van uithuisplaatsing? Ik wil haar in ieder geval meegeven, we sturen hier niet op de cijfers. Ik heb niet een soort doelstelling zoveel minder uithuisplaatsingen. Want hoe ingrijpend een uithuisplaatsing ook is, soms is het het beste wat je kunt doen. En het enige wat volstaat om ervoor te zorgen dat je kinderen uit een levensgevaarlijke situatie haalt. En waar het fout gaat, zeggen we altijd, ja, had maar eerder ingegrepen. En tegelijkertijd, en daarom ben ik wel licht positief over het feit dat we de OTS'en bijvoorbeeld kunnen verkorten en uithuisplaatsingen, ja, dat we daar een lichte daling in zien, is omdat we ook weten dat het de meest ingrijpend iets is wat je kunt doen in een ouder-kindrelatie. En dat als het even kan, dat je kinderen toch wilt laten opgroeien bij hun ouders. Soms kun je niet anders, moet je het doen, onmiddellijk. Maar als het op een andere manier kan, lichter of met hulp richting ouders, dan is me dat echt een liefding waard. Maar nogmaals, we sturen hier niet op de cijfers, steeds van geval tot geval kijken wat het meest is aangewezen. Dan ben ik eigenlijk al beland bij de jeugdbescherming. En ik pak hem even de jeugdbeschermingsketen, want er werd gevraagd, mogen we daar iets meer over weten? Waar denk je nu aan in termen van de contouren als ook in proces? Er wordt op dit moment gewerkt naar een of twee, maar waarschijnlijk één concreet scenario wat we op zeer korte termijn willen presenteren en wat we vervolgens ook breed willen consulteren bij alle betrokken organisaties en professionals in het veld. En daar wordt uitgegaan van tijdige en laagdrempelige hulp die vraagt om een kordate lokale infrastructuur om het kind en om het gezin heen. He, dus dat vraagt een brede blik, waar de basiskennis is over jeugdhulp, over volwassenhulp, over bestaanszekerheid, waar koppelingen gemaakt kunnen worden richting onderwijs en richting huisvesting. Eigenlijk iets wat je in mijn ogen bij voorkeur zo lokaal mogelijk op gemeentelijk niveau zou willen en moeten kunnen
organiseren. Waar je volgens mij ook juist de voordelen van die decentralisatie met al die koppelinkjes naar die andere terreinen het meest tot je voordeel kunt laten spreken. Maar wanneer er zorgen zijn over de veiligheid of over het welbevinden van een kind, dan wordt het natuurlijk ingewikkelder. En dan moet je ook afvragen of je al die expertise op dat lokale niveau kunt neerleggen. Dus er wordt gekeken naar een tweede laag van zogeheten regionale veiligheidsteams, waar je functies en onderdelen van de organisatie zoals Veilig Thuis, de GI's en de Raad voor de Kinderbescherming bij elkaar brengt. En waar je een verbinding maakt tussen zorg en veiligheid. En ook een verbinding maakt tussen het gedwongen en het vrijwillige kader. Waar je natuurlijk, ook in het vrijwillige kader ben je vaak wel met dit soort vraagstukken bezig. Waar zitten dan de ingewikkeldheden hierin? Nou, bijvoorbeeld, waar hang je zo'n regionaal veiligheidsteam op? Want sommige dingen zijn nu georganiseerd op regioniveau, waarbij de verantwoordelijkheid lokaal is neergelegd, maar de Raad voor de Kindbescherming is natuurlijk gewoon nog een centrale organisatie. Dus ga je dit dan weer centraal halen? Of ga je zeggen, nee, je gaat functies van de kinderbescherming ga je ook decentraliseren. Best ingrijpend. Tweede is, ik geloof echt in het samenbrengen van die verschillende functies. Vrijwillig en beschermd kader. De onderzoeksfuncties die nu door de Raad voor de Kinderbescherming worden gedaan. En de hulpverlening, de harde knip die daar wordt aangebracht, zou je ook wat kunnen slechten. Maar, wat betekent dat dan voor de rechtsbescherming in de toetsende rol die je moet kunnen doen. He, dus, nu zegt de rechter toch, ik vind het wel fijn dat de Raad voor de Kinderbescherming ertussen zit. En dat niet de hulpverleners zelf met hun, hoe goed bedoeld ook, he, maar met hun adviezen komen. Daar wil je toch eigenlijk ook een bepaalde onafhankelijke check in hebben. Die zou daarmee eventueel onder druk kunnen komen te staan. Ik licht er maar even twee hele fundamentele dingen uit, waarvan je ziet dat als je een beweging wil maken, je naar meer eenvoudig, regionaal werken, meer samenbrengen van functies, maar dat je direct ook op een aantal ingewikkelde vraagstukken stuit. Daar moeten knopen over worden doorgehakt. Maar ik hecht er ook aan dat we dat breed bespreken en dat we bij zo'n ingrijpende stelselwijziging niet over één nacht ijs gaan. Dus stap 1 is eigenlijk als volgt. Dan beland ik bij het proces, los van de 6 experimenten, de pilots die al draaien, hè, dus dat loopt al, maar dat is veel meer samenwerking binnen de huidige bestaande kaders. Daar valt ook veel in te verbeteren. Dat gebeurt ook en dat is niet alleen maar in de grote steden als Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook één echt die goed loopt is in Zeeland, waar je ook noodgedwongen elkaar een beetje moet opzoeken vanwege de schaal. Dus dat loopt. Komende maanden presentatie van een scenario op hoofdlijnen. Dan maken we even een tussenstap om dat breed te discussiëren met kinderrechters, met Openbaar Ministerie, met de Raad voor de Kinderen en eigenlijk met alle betrokkenen in het veld. En met, met die consultatie dan komen we tot een definitiever model. Waarvan we vervolgens, zou het mijn voorkeur hebben, dat we gewoon eerst even gaan kijken de komende 2-3 jaar in de praktijk van hoe zou dat kunnen gaan werken. In plaats van dat we beginnen met een wetsvoorstel en een soort Big Bang. Ook maar even geleidelijk, eerst eens even 2-3 jaar gestructureerd en zeg maar ring-fenced dat op een aantal plekken gaan uitproberen om te kijken van werkt het inderdaad zoals we het beogen en als dat het geval is, dan zou je het kunnen uitrollen over de rest van Nederland. U merkt al, dit wordt een grote opdracht voor het komende kabinet, even vanuitgaande dat ze 4 jaar zullen blijven zitten, maar waarschijnlijk ook nog wel voor het kabinet daarna. Dan verder inzoomend op de vragen die zijn gesteld, en dat was mevrouw De Bruin die vroeg naar de, wat gebeurt er dan op dit moment in die jeugdbeschermingsketen? Ik zei het over de ontwikkelingen rond uithuisplaatsingen, OTS, maar je ziet wel iets van een stijging rond de voorlopige ondertoezichtstellingen, hoewel ook het rapport van Van Montfort aangeeft, de CBS-cijfers zijn niet helemaal betrouwbaar en Van Montfort zelf al aangeeft van er zouden verschillende verklaringen voor kunnen zijn.
En die vallen uit, eigenlijk uit één in twee delen. Eén is, het wordt gezien als een manier om toch ja, de kantjes af te snijden. Hè? Dus met andere woorden, de wachtlijn, als je zegt van ja, dit is een spoedgeval, ja, dan hoef je, dan kom je bovenop de stapel te liggen. Dus daar kan iets van dat, heel begrijpelijk, maar toch ongewenst gedrag in zitten. Om te proberen om dat toch te versnellen. Of er kan sprake zijn van toch heel lang preventief proberen, of in het vrijwillig kader in ieder geval proberen. En dan er tot de conclusie komen dat dat eigenlijk te lang heeft geduurd en dat je dan heel erg snel zou moeten ingrijpen. En alle reden dus om deze ontwikkeling heel goed te volgen en in de gesprekken die wij nu voeren over die doorbraakaanpak en de herziening van de jeugdbeschermingsketen ook steeds hier scherp op te zijn. Van wat zien we daar in de praktijk? Tot slot, hoe behouden we jeugdbeschermers voor de, eigenlijk de mensen in die beschermingsketen voor de jeugdzorg, voor de jeugdbescherming? Dat is best een opgave. Je ziet daar twee dingen. Soms professionals die zeggen, ik verlaat überhaupt dit vak, maar wat je minstens zo vaak ziet is het, ik zeg maar even oneerbiedig, het rondpompen van goede mensen tussen de verschillende instellingen zelf. Hè. Dus van de GI's naar de kinderbescherming of andersom, of van de GI's naar de jeugdhulp. Een vereenvoudiging van het stelsel zou haalt natuurlijk de pogingen om mensen, goede mensen weg te plukken bij elkaar, haal je daaruit weg. Dus des te meer reden om die vereenvoudiging, om dat tempo mee te maken en daarop in te blijven zitten, te zetten. Ondertussen zijn we wel bezig met al die instellingen om te kijken wat kunnen we doen om sowieso de druk in de zorg en de druk ook op dit soort mensen te verlichten. Dus er zijn arbeidsmarkttafels waarbij de vakbonden betrokken zijn, onze twee ministeries, waarbij gekeken wordt wat kan je nou doen om administratieve lasten te verlichten, om het vak aantrekkelijk te houden. En dat is breder dan alleen maar de gevoelde druk en ook wel het idee van ja, we zijn soms ook veel met dubbelingen bezig. Dat zou je kunnen vertalen als vormen van administratieve lasten of het idee van ik zit het werk van mijn collega's nog een keertje dunnetje over te doen. Maar het is ook echt wel een pittige sector als het gaat om de bejegening van de mensen die daarin werken. Ik vind de manier waarop jeugdbeschermers af en toe worden aangevallen. En natuurlijk, ik weet, het is heel erg als je een kind uit huis moet plaatsen of als je een OTS-maatregel moet afkondigen, maar soms kun je echt niet anders. En natuurlijk, daar gebeuren ook wel eens, worden ook wel eens fouten gemaakt. Ik vind dat we steeds zelf kritisch moeten zijn. Maar wat deze mensen aan agressie, aan intimidatie, aan hun adres krijgen, soms fysiek, maar veelal ook via de social media, is echt enorm. En daar moeten we dus ook wat aan doen. En dat vraagt dat ze gesteund worden door mij, en door ons en door de politiek. Ook gewoon om te laten zien, ja, we begrijpen, jullie moeten ingewikkelder doen. En daar moeten we dan ook met z'n allen voor gaan staan. Voor een deel vraagt dat ook dat we hier en daar nog eens een keer kritisch kijken naar bijvoorbeeld het klacht- en het tuchtrecht. Waarvan ik vind het goed dat er is, hè. Laat daar geen misverstand over bestaan, maar ik vind het de wegen die bewandeld kunnen worden en de duur daarvan en wat dat doet met mensen gaat ook soms echt wel heel ver. Dus we moeten kijken naar, hebben we daar nou de goede balans te pakken tussen mogelijkheden die je hebt voor ouders om hun recht te halen, om klachten in te dienen als ze echt een terecht punt hebben, versus wat dat betekent voor jeugdbeschermers ook in hun dagelijkse werk. Dus ook dat is onderdeel wat ik heel nadrukkelijk wil betrekken bij die arbeidsmarktproblematiek. Dank u wel voor de uitgebreide aandacht die u heeft besteed aan de vragen. We zijn ook echt aan de tijd. Het is 33 op mijn zeer strakke horloge. Het was fijn om met u van gedachten te wisselen over al die onderwerpen die spelen. Een aantal zullen ook nog vertaald worden in wetsvoorstellen waar wij dan ook ons oordeel over moeten vormen. Wij zouden het in de tussenliggende periode heel fijn vinden om geïnformeerd te blijven worden. En we volgen de voortgang met veel interesse. En wensen u heel veel succes met alles wat onder handen is. Dank u wel aan iedereen voor deze sessie.